Hallo kijkers van YouTube, ik ben Mark en ik ben van weer met Hatsafari 4. Vanavond ben ik hier gebleven waarbij we in Brazilië nu eens een keer zitten. En even zien, we zijn in ieder geval bezig om Uruguay te krijgen, maar dat gaat natuurlijk wel eventjes duren, omdat we natuurlijk niet genoeg voor attention hebben op het moment. Of we moeten iets anders regelen. Oké, de naturalists hebben verloren helaas. Steek daar maar alles maar in, want dat moet toch gewoon gemaakt worden. We hebben binnenkort ook nog een research nodig voor een light tank. Dat is ook wel even handig om te hebben. Even zien, ja. Oké, we gaan gewoon deze kant op even. Lijkt me ook wel verstandig om te doen. Nou, daar moet ik toch even mee wachten. Oké, even beter kunst. En lightings. Want we hebben nog niet genoeg guns op het moment. En dan moeten ze ook nog light tanks hebben. Ook nog. Nou, laat ik hem maar eventjes vast de relaties wat beter van maken. Dat hij zo lang echt helemaal laag gaat worden. En de revolutie van 1930, dat is het probleem juist, dat ik nog geen rol kan voeren. Diplomatic sovereignty. Oh ja, dan krijg ik betere relatie met de andere. Wat? Oeh, we kunnen ook nog tegen de Verenigde Staten de oorlog voeren. Oké. Oké, daar wachten we nog maar even mee. Dan gaan we nu deze kant even op. Oké, nog 70 dagen en dan ben ik light tanks. Niks speciaals in ieder geval. Duitsland begint een beetje ham te worden, volgens mij. Oké, nog 27 dagen, mooi. Die maar even. Oh, mijn stability is echt laag, gek.
Even zien. Oh, dat doen we wel even. Dertien procent. De voltage, oké. Maar ik vraag me af of we die Revolution of 1930 kunnen weghalen. Zo. Zo. Goedemorgen. Oké, even zien. We moeten even kijken wat we precies kunnen gaan doen. Want ik wil sowieso wel oorlog gaan voeren, maar dan moet het natuurlijk wel kunnen. Ik ga deze ook alvast trainen, omdat ik daar toch wel een beetje equipment van krijg. Snellere construction speed is ook wel handig. Gelijk die van 1941 was regelen. Beter stability. Misschien dat ik deze toch wel verander naar deze. Zo, 1,10 miljoen. Zo. Wat stability die hebben we echt wel nodig. Beter artillerie kan ik ook nog even hebben.
deze. Gelijk 19, zo. Kunnen we deze stak ook nog even gaan upgraden, denk ik. Nee, die ga ik niet traden. Ja, is misschien wel handig. Ja, even zien hoeveel ik ben met daar eigenlijk in de field. 78% maar, dat is niet veel. Deze wel. Okay, ja, we gaan gewoon alles daarvan in ieder geval doen. Zo, oh, Japan. En gewoon 4 puppets al, jeetje. Maar een turn. Ach nee, ja, ze zijn een communist geworden. Oké, okay, dan kunnen we de rest van de divisieschool weer ergens anders neerzetten op Parkway of zo. Prachtig. Zie je dan meer aan de hand?
I have no idea. Mooi. Oh, oh, oh. Ging me weer met spul te gooien. Nou, dan kan ik in ieder geval alvast justify, dat is mooi. Ja, laten we deze kant nu maar eens even opgaan. Want wat geeft dat ons eigenlijk allemaal meer? Oeh, veel productie van meuk. Dat is heel erg nee. Oké, ja, dat is een easy win volgens mij. Zeker. Dan gaan we nu richting Parkway. Even kijken, een commando. Ja, laten we deze gewoon doen. Oké, Laten we deze kant op gaan, zodat we van weer research slots kunnen krijgen. Even handig. Mooi. Zit met Duitsland, wat gaat hij doen? Mwa, niet veel op het moment.
Zo, nu beginnen weer mannetjes te deployen. Mooi. Ik ga wel eens alvast even. Oh nee, dat kan niet. Hoezo gaat de World Station opeens zo laag weer? Ach ja, behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geen fijne kanaal. Zie ik de volgende keer weer. Later.